De selectie van Vitesse werkte gistermiddag in de brandende zon haar eerste training van het seizoen 2019-2020 af. Wij spraken na afloop van deze training met Armando Obispo, de eerste nieuweling van Vitesse, en trainer Leonie Slutsky. Armando, vandaag de eerste training. Hoe ging het? Ja, ging goed. Beetje opstarttraining. Iedereen weer toch even de vakantie eruit lopen, zeg maar. En het was voor mij de eerste training op dit veld. De eerste keer met de groep. Dus het was even wennen, maar het is fijn om hier te zijn. Waarom heb je eigenlijk voor Vitesse gekozen? Op dit moment denk ik dat dit de beste stap is in mijn carrière. En ik denk dat Vitesse een hele mooie club is om mijzelf daar zoveel mogelijk in te ontwikkelen. Merk je het verschil tussen PSV en Vitesse? Tuurlijk. Natuurlijk zijn er verschillen tussen PSV en Vitesse. Maar dat is ook niet heel gek. Je bent centrale verdediger. Van de Werf is weg. Wat heb je zelf tot doel gesteld? Ja, mijn doelstelling is gewoon om hier dit seizoen basisspeler te worden. En om te laten zien dat ik dat verdien, dat ik dat aan kan. En daarna zien we wel weer verder. Dat betekent dat je er echt voor moet gaan klokken? Ja, absoluut. Iedereen die vandaag op het trainingsveld staat, zal hetzelfde doel hebben. En willen allemaal in de basis staan. Dus om mij te laten zien dat ik op mijn positie degene ben die moet spelen. Mr. Slutsky, today the first training. Yes, it was amazing atmosphere because a lot of supporters here and very hot now in 2000. Yes, very good and we're happy because we are come back. We try to be stronger, train again, and a lot of supporters here, very good atmosphere. This is a very good start for a new preseason. But you lost a lot of players. But like always, nothing new. Yes, loan players, Finnish contract players. Now we lost already six players. And now we have only one serious new player. But we will try to find some other players. And I think before our Poland training camp, we will have some news about new players.